een foto van het kampioensteam. En juichen! De pupillen! Vandaag leren we hoe je het beste kunt scoren. Dit is Utrecht. En in een van deze huizen woont Zoraver. Goedemorgen, ik heb zin om te voetballen. Zoraver is gek op voetbal. Yes. Op het gras en op de computer. Wow. Watcha. Watcha. Ik vind het heel leuk met mijn broer om te FIFA. Omdat het is bijna net zoals een echte wedstrijd als ik speel. Dangerous one. En het is heel moeilijk om de bal van mijn broer af te pakken. Omdat hij heel goed is. Hij is beter dan mij. Goal! Als ik een goal maak, dan juich ik heel erg. Dat doe ik om mijn broer een beetje te plagen. Je echt wel? Nee. Ik ga wel scoren. Wow. Ik. Wat wil je aandoen vandaag? Weet je dat? Ja, ik wil mijn Manchester City pak aandoen. Oké. Als ik wakker word, dan is het eerste wat ik denk aan is voetballen. Hierachter staat mijn eigen naam. Omdat het zondag is en dan speel ik elke zondag voetbal. En ook daar. En ik vind het ook een hele leuke sport, daarom denk ik er aan. Zondag traint Zoraver bij de pupillen. Na een korte warming-up met zijn moeder kan de training echt beginnen. Neem in, even je veten vast. Niks. Anders kan je struikelen over je veten. Nou, hebben jullie er zin in? Ja! Yay. Wat gaan we vandaag doen? Voetballen! We gaan vandaag scoren. Als je niet scoort, kan je niet winnen, hè? Dus we gaan scoren. Allemaal bij de pion op een rij. Pak maar een bal. Mag ik de bal, dank je? Nee, doorgeven. Ja. Doorgeven. Lekker keeper. En Jonathan keeper, hè? Goed zo. Kom maar. In Zoraver, kom maar. Benjamin aan de kant. Zoraver, schiet. Yo! Goed gekiept. Wow. Ik ga... Jullie scoren veel te veel, jongens, vandaag. Oh, wat is belangrijk bij scoren? Hard schieten. Amir. Hoekjes. In de hoek schieten. En ik weet, en boven de keeper schieten. Hoog schieten is belangrijk, heel goed. Hard schieten, zodat... Goed mikken. Goed mikken. Schieten we met links of met rechts? Allebei. Oké, we gaan nu even speciaal oefenen met in de hoek schieten. Hop. Even wachten tot de vorige klaar is. Ben je aan de kant? Oh, goed schot. We hebben proberen om te scoren en in de hoekjes te schieten. En ook met links ook. En ook doelpunten maken. Nou, als je geen doelpunten maakt, dan win je ook niet. Doorlopen. Remco is een hele goede trainer omdat hij heel lief is. En hij traint ons ook heel goed. Oh. En daarom vind ik hem een hele goede trainer. Oh. Messi heeft gescoord. Heb je er een paar gemaakt? Ook een
puntje in het midden, maar toen niet zo erg in het midden. Oké, okay, scoor je ook wel eens met links? Nee, nog nooit. Oh, dan moet je dat oefenen thuis, hè? Dat je nog op het linkslid schiet. En raak je de bal meestal hier of raak je er meer daar? Of meer hier. Meer hier, aan de binnenkant van de voet. Dan kan je het beste mikken. Ben je blij? Ja. Jullie spelen allemaal dan. Gelukkig is er nog tijd voor een partijtje. Gaan we een partijtje doen? Ja! En wat gaan we veel doen in het partijtje? Wat ik heel moeilijk vond was de wedstrijd. Omdat de andere mensen waren ook heel goed. En mijn ploeg ook. Maar hun waren ook een beetje beter dan onze spelers. Dus daarom was het een beetje moeilijker. Wie maakt de meeste goals? Hey, goed gevoetbald, man. Oh man. Hoe is het gegaan? Goed. Hoeveel doelen? Doelpunt doe je. 3. 3, wauw. Volgende keer bij de pupillen leren we dribbelen.